Universiteit van Nederland legt uit. Waarom valt een vliegtuig soms 300 meter naar beneden? Dat komt door turbulentie. Maar met je stoelriem vast is het niet gevaarlijk, maar wel schrikken. Nou, turbulentie is eigenlijk onstuimige lucht. En hiervoor moet je begrijpen dat lucht niet niks is. Om ons heen hebben we allerlei luchtstromen. En dit kan je het beste vergelijken met de zee. Hierin heb je ook allerlei verschillende stromingen en golven waarop het vliegtuig heen en weer beweegt. We'll be experiencing some turbulence. Last more than 10-15. En zeker als die stromingen onregelmatig worden en tegen elkaar aanbotsen, kan je zo op en neer stuiteren en een paar meter naar beneden vallen. Turbulentie in de lucht ontstaat grofweg op 3 verschillende manieren. En de eerste die je tegenkomt zodra je opstijgt is vaak de mechanische turbulentie. En die ontstaat door grote obstakels in de weg van het vliegtuig, zoals gebergten of grote flatgebouwen. Dus zo'n luchtstroom die kan tegen zo'n berg aanslaan. En net zoals een golf tegen een kust aanslaat, kan er een deel overheen schieten, maar ook een deel weerkaatsen. Dit kan het vliegtuig dan op en neer laten stuiteren. En dit type turbulentie kunnen we goed voorspellen, want we weten immers waar de bergen of grote obstakels zijn. Dus een piloot kan ervoor kiezen om er vervolgens omheen te vliegen. Als je verder stijgt, kan je mogelijk te maken krijgen met thermische turbulentie. En dit heeft te maken met warme en koude lucht. En zeker op een warme dag kunnen we hier mee te maken hebben, want warme lucht stijgt op, koelt af en vormt een wolk. En wanneer je daar doorheen vliegt, dan kan je turbulentie voelen. Dit type turbulentie is moeilijker te voorspellen, net zoals dat wij het weer ook niet zo goed kunnen voorspellen. Maar het omgekeerde kan ook gebeuren. Koude lucht kan naar beneden zakken. En dit zorgt voor een luchtzak. En dan voelt het alsof opeens de lucht onder je verdwijnt en alsof je in een gat valt. Maar de lucht onder je is helemaal niet opeens weg. Er gebeurt juist wat in de lucht boven het vliegtuig. Hoog in de lucht kan de lucht enorm afkoelen en naar beneden zakken. En dit kan met enorme snelheden gaan. Daardoor ontstaat er een verticale valwind recht naar beneden. En wanneer deze tegen het vliegtuig aanbotst, duwt hij je vliegtuig wel een paar meter naar beneden, tot soms wel 300 meter. En als we verder opstijgen, laten we zeggen tot wel 10 kilometer hoogte, dan krijgen we te maken met de derde vorm van turbulentie. En die wordt veroorzaakt door straalstromen. Straalstromen zijn een interessant fenomeen. Ik noem ze ook wel de snelwegen van de lucht. Want deze luchtlagen gaan veel sneller dan de rest van de luchtstromen. Sommige van die straalstromen zijn er altijd. Maar sommige kunnen ook opeens ontstaan, stoppen, splitsen of samenvoegen. Piloten maken daar slim gebruik van als jij een verre reis gaat maken. Want ze gaan expres in zo'n snelle straalstroom vliegen, zodat je sneller aankomt en meer brandstof bespaart. Maar als je op de grens van zo'n straalstroom zit, zit je precies tussen 2 luchtlagen in. En die kunnen met verschillende snelheden langs elkaar heen waaien, maar ook zelfs met tegengestelde richtingen. Maar is turbulentie nou eigenlijk gevaarlijk? Nou, daar heb ik 2 antwoorden op. Als jij in één keer met 30 of soms wel 300 meter naar beneden valt in het vliegtuig, dan kan je wel tegen het plafond aanklappen als jij je stoelriem niet draagt. Dus altijd je stoelriem vast. Er vallen namelijk nog wel eens gewonden, maar dat zijn voornamelijk mensen die door het gangpad gaan wandelen. Voor het vliegtuig is het helemaal niet gevaarlijk. Mensen zijn wel eens bang tot de vleugels breken, want die zie je soms echt heftig heen en weer gaan. Maar vliegtuigen zijn hier heel goed op getest. Ze kunnen wel tot 2,5 keer de zwaarst gemeten turbulentie ooit aan. De vleugels van een Boeing 787 kunnen tot wel 8 meter omhoog buigen voordat ze breken. Dat is bijna even hoog als deze studio. Het vliegtuig breekt dus echt niet. Maar je kan wel met vliegtuig en al naar beneden vallen. Maar stel, je valt met 30 meter naar beneden vanaf 10 kilometer hoogte, 10.000 meter, dan is 30 meter maar echt heel weinig. Ondanks dat turbulentie of een valwind het vliegtuig naar beneden kan duwen, zal het vliegtuig altijd in de lucht blijven. De vleugels zijn namelijk zo gevormd tot wanneer die vooruit vliegt, er altijd een kracht omhoog wordt gecreëerd. Dit is waarom vliegtuigen überhaupt vliegen. Even ter vergelijking, vliegtuigen vliegen zo'n 800 km per uur, terwijl zeer zware windstoten 100 tot 200 km per uur gaan. Dat is vele malen langzamer. Je vliegt er dus zo weer uit. Kortom, vliegtuigen zijn gemaakt om turbulentie te weerstaan. Piloten proberen wel zoveel mogelijk rekening ermee te houden. En dat is niet omdat het gevaarlijk is, maar om jou zo'n comfortabel mogelijke reis te bieden. Is Nederlands echt zo'n moeilijke taal? Ja, het Nederlands heeft opvallend veel lastige regeltjes. Ik ben Sterre, taalkundige, en hoe dit zit leg ik je uit volgende week.